Mijn naam is Quinty en welkom bij Sophie versus Sophie, waarin we er eindelijk achter gaan komen wie de betere Sophie is. Met in de linkerhoek Sophie. En aan de rechterkant ook Sophie. We gaan erachter komen in 3 rondes en we beginnen met de stare down. Stare down. Jeetje. Dames, Sophie. Kom bij. Hou dat even serieus. Ach, oké. Okay. Fucking shit. Het is tijd voor ronde. Ik ga ook uit compensatie op mijn tenen staan. Maakt niet uit. Oké. Het is tijd voor ronde 1. Het is tijd voor het tekenen. Dus wie krijgt 10 seconden? Daarvoor. Ja? En 3, en 2, en 1. Teken maar. Nee. En 10. Stop en leg je pen maar neer. Wat is de tekening geworden? Allereerst. Sophie. Ik heb zo'n Oezeri getekend. Wauw. En Sophie? Ik heb de Mona Lisa getekend. Ach, die voor. Ach, wauw. Ik denk dat het duidelijk is wie de eerste ronde heeft gewonnen. We gaan door naar ronde 2. De kwaliteit van de Sophie's gaan we ook bedenken. Hoe noem je dat? Toetsen. Bepalen. Toetsen. Aan de hand van twerken. Aan de hand van twerken. Je zou bijna denken dat ik dit professioneel doe, hè? Dat is zeg maar. Mensen me betalen om te presenteren, ik snap het ook niet, maar goed. Ga je gang, ronde 2. Nou, het is mislukt. Kut. Nog een keer proberen. Ik voel me wel een beetje voor het blok gezet als ik heel eerlijk mag zijn. Het is tijd voor ronde 3. En dit is de laatste ronde. Doe je best. We gaan boksen. Ik niet, jullie. Dit is een super goed idee. Sophie versus Sophie. Ik was van tevoren niet gebriefd wat we moesten doen. Oh, je moest huilen! Oh. Zo, kom! Dan is het nu tijd voor een juryoverleg met de volledige jury. Op zich gaat het staan. De jury heeft besloten. De winnaar met een unanieme beslissing is... Woe! Yes, dankjewel. Yes, sir. Ja, ik zit hier wel goed. Shut the fuck up. Stilte op de set, actie. De winnaar. Met een unanieme beslissing.